Groot alarm na gooien met giftige stof in Den Haag. Nieuwbouw Reinier de Graaf in Delft klaar. Sporten met elektroshocks wordt steeds populairder. Dag dames en heren. Groot alarm in Den Haag toen vanmiddag aan de Zichtenburglaan gif vrij kwam. Na een ruzie zou een 33-jarige man meerdere mensen hebben overgoten met een chemische stof. Hulpdiensten rukten massaal uit en de brandweer ging met speciale gifpakken het gebied in. Mannen in gele pakken aan de Haagse Zichtenburglaan. En dat allemaal na een ruzie tussen een 33-jarige man uit Den Haag en een ander persoon. Daarbij zou de Hagenaar meerdere mensen in dit kantoorpand hebben overgoten met een chemische substantie. Onze adviseur gevaarlijke stoffen heeft geen enkel risico genomen en besloten om ontsmettingen op te laten bouwen. En dus wordt er een ontsmettingsstraat opgezet voor alle mensen die mogelijk met de stof in aanraking zijn gekomen. Mensen lopen door een straat, worden uitgekleed, ontdaan van kleding als dat nodig is, afgespoeld, op die manier ontsmet. Totaal 15 mensen en die zijn opgevangen in het politiebureau aan de overkant. Ik zag allemaal ambulances. Zijn er mensen dusdanig gewond dat ze in het ziekenhuis beland zijn? Nee, er zijn wel mensen die wat klachten hadden, onder andere een branderig gevoel. Is er nog geen aanleiding geweest om mensen naar het ziekenhuis te brengen. De 33-jarige Hagenaar is door de politie aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Alle middelbare scholen in Den Haag gaan samenwerken om leerlingen van het Aloysius College op te vangen. Dat heeft wethouder van Engelshoven van Den Haag afgesproken met alle schoolbesturen. Gisteren liet staatssecretaris Dekker weten dat sluiting van het Aloysius College volgens hem onontkoombaar is. Voor 1 oktober moet het schoolbestuur een oplossing voor alle leerlingen hebben, zo eist Dekker. En het begin van die oplossing is er nu. De onzekerheid is groot bij de leerlingen van het Aloysius College. Normaal is het eigenlijk elk schooljaar van wat gaat er nu gebeuren. Maar nu helemaal omdat we te horen hebben gekregen dat we dus gaan sluiten. En hoe of wat, dat weten we nog niet. Het is best wel vervelend als je halverwege je voorexamenjaar naar een andere school moet gaan die misschien verschillende methodes hebben. Van hoe gaat dat dan verder uitpakken? Dat is eigenlijk waar ik het meeste mee zit. Van hoe ga ik dan ook mijn examen doen? Na de brief van de staatssecretaris is er geen weg meer terug voor het AC. Het is geen vraag of de school sluit, maar wanneer. Een rapport van de onderwijsinspectie wijst uit dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is en de financiën van de school een puinhoop. En Dekker heeft een deadline gesteld. Voor 1 oktober moet er een plan liggen voor het overhevelen van alle bijna 600 leerlingen naar andere scholen. Andere middelbare scholen uit de Haagse regio erkennen de urgentie en hebben van Engelshoven beloofd dat zij zullen helpen om leerlingen op te vangen. En dat wordt nog een puzzel. En dat betekent dat we voor ieder kind een plek moeten vinden. Een MAVO-leerling moet een plek op een MAVO krijgen, een HAVO-leerling op een HAVO. Maar ook dat voor leerlingen van de bovenbouw zij ook een plek moeten vinden waar zij hetzelfde vakkenpakket kunnen volgen, waar daar voldoende docenten voor zijn. Dus het is nog best een ingewikkelde puzzel, maar er moet voor ieder leerling een passende plek komen. En mogen ouders of leerlingen zelf zelf kiezen? We willen het liefst het plan zo inrichten dat er ook voor iedereen iets te kiezen valt. Hè. Maar je kunt je ook voorstellen dat er een situatie komt waarin we voor alle leerlingen een passende plek vinden, maar ook niet heel veel meer dan dat. Dus dat de keuzemogelijkheden zullen ook soms beperkt zijn. Ook de Haagse politiek roert zich inmiddels en dringt aan op een snelle oplossing. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat het heel frustrerend op dit moment is voor de leerlingen en hun ouders. Want je wil op dit moment gewoon weten als je eindexamen doet, waar ga ik dat dan doen? En als je in een klas zit, van waar maak ik dit jaar mijn schooljaar af? Dus ik wil dat er heel snel een oplossing komt. Uiteindelijk hebben al die kinderen recht op onderwijs en is het van het grootste belang dat ze weer aan de toekomst kunnen werken. En niet continu bezig zijn met deze onzekerheid. Maar voor die duidelijkheid er is, volgen er nog wel wat slapeloze nachten voor ouders en leerlingen. Ik denk dat alle ouders slecht slapen, alle medewerkers slecht slapen en alle kinderen, nou, misschien niet slecht, maar wel onrustig slapen. Want ja, dit houdt iedereen heel erg bezig. Het Openbaar Ministerie wil dat het Alphense raadslid Wil Verschuur wordt vrijgesproken van belediging. Dat bleek vanmiddag tijdens het hoger beroep in deze zaak. Verschuur werd eind vorig jaar door de rechter veroordeeld tot een boete van €150 voor het beledigen van collega-raadslid Pauline Heikoop. Dat zou zijn gebeurd tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Het OM vindt dat Verschuur nooit vervolgd had mogen worden, omdat raadsleden tijdens een vergadering volledig onschendbaar zijn.
Twee agenten die vorig jaar op de Hoefkade een 14-jarige jongen met geweld aanhielden in de Haagse Schilderswijk worden niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het geweld dat werd gebruikt was volgens het OM fors, maar niet disproportioneel. De jongen werd aangehouden omdat hij weigerde weg te gaan toen agenten hem dat vroegen. Volgens de dienders was de jongen hinderlijk aanwezig. De inmiddels 15-jarige jongen heeft aangegeven in beroep te gaan tegen de beslissing van het OM. In Zevenhuizen heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed op de bovenverdieping van een huis aan de Burgemeester Klinkhamerweg. Omdat bij de brand veel rook vrij kwam, raadde de brandweer mensen in de buurt aan om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook enkele dieren die in het huis waren konden er op tijd worden uitgehaald. Chemiebedrijf DSM schrapt 900 tot 1100 banen, waarvan de helft in Nederland. In Delft is het Centrum Biotechnologie van DSM gevestigd. Het is niet bekend wat voor gevolgen de ontslagronde heeft voor de Delftse afdeling. Met de ontslagen wil het moederbedrijf 150 miljoen euro besparen. Op de Beeklaan in Den Haag is gisteravond een voetganger zwaar gewond geraakt. Hij werd aangereden door een auto en kwam op de voorruit terecht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Alles is brandschoon en ziet er splinternieuw uit. Niet zo raar, want dat is het ook. In Delft is het nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis klaar. Artsen hoeven dus niet meer van het ene naar het andere pand te rennen. En vrijdag wordt het gebouw officieel in gebruik genomen. In 3 jaar is het opgebouwd, het nieuwe ziekenhuis van Reinier de Graaf. Het is een gebouw met 475 bedden, 77.000 vierkante meter behang en 2300 binnendeuren. Dit gebouw. Hier gaat het allemaal gebeuren. Vrijdag gaan we de grote verhuizing hebben van de twee oude gebouwen naar de nieuwbouw. En dit wordt de nieuwe hoofdingang, dus loop met me mee. De hoofdingang is ruim, is groen, is open, is licht. En het is er één, want vroeger waren er twee gebouwen. We gaan van twee gebouwen naar één gebouw. Dat is een hele grote verandering. Dat is voor de patiënt heel erg prettig, maar natuurlijk ook voor onszelf. Want het is nou eenmaal heel inefficiënt om in twee gebouwen je bedrijfsvoering te moeten doen. En dat is ook duurder, want je hebt allerlei dubbelingen. Die gaan er nu allemaal uit. Deze lengteas over het gebouw, die al heel snel de aorta is gaan heten, verbindt alle afdelingen op een hele korte wijze. Van voor naar achter en dat hebben we op alle etages. We hebben er twee, hè? Dus die andere die komt verder. Daar, op die balie? Nee, nog voorbij de deur, bij de laatste balie. Bij de afdeling dialyse is er veel veranderd. We werken met één protocol, dus voor iedereen een stuk duidelijker, ook voor de patiënt. En we kunnen ze ook nog wat meer bieden. Mensen die werken kunnen 's avonds behandeld worden, en zelfs op de zaterdag. Nou, dat is. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Misschien wel het bijzonderste stukje van het ziekenhuis ligt op de binnenplaats. Het is het stiltecentrum waar je je terug kan trekken om even tot jezelf te komen. Je ziet er bewust kieren tussen de berkenbeslag, zodat mensen de briefjes in kunnen doen waarin ze hun boodschap kwijt kunnen. Hè. Ze kunnen verdriet of vreugde delen. Schrijf dat op en stop dat erin, zoals we dat kennen van de klaagmuur in Jeruzalem. Aanstaande vrijdag gaat het open met ook een geheel vernieuwde spoedeisende hulp. Dan een nieuwe manier om effectiever te sporten, zonder op allerlei apparaten te hoeven zweten. Het bestaat en het wordt steeds populairder. In 20 minuten, zo wordt beloofd, kun je een complete workout doen met een veelbelovend resultaat, namelijk slanker worden en spieren kweken. Maar of het echt werkt? Elektroshocks. Ik moet er niks van hebben. Maar het is gelukkig geen 220. Ik neem de proef op de som en laat me in een speciaal pak hijsen. Een redelijk nat pak. Want dat is beter voor de geleiding van de stroom. En laag, juist. En dan weer omhoog. De laagfrequente elektrische pulsen zijn niet schadelijk. Maar kriebelen enorm. En dat voelt vreemd. Is het zwaar? Nee, het valt op zich wel mee. Oké. Denk je dat ik het nog zwaarder kan maken voor je? Ja, dat denk ik wel, maar ik vind dat gekriebel niet zo leuk. Oké, het is echt een soort van, je vindt het geen fijn gevoel? Nee. Ja, ik hoor u roepen. Ja, gaat dat wel goed? Het is overigens niet zo zwaar, maar door die stroom dan is het
is best pittig. En dan gaat de workout echt van start met oefeningen. En die worden steeds zwaarder gemaakt door de toename van de pulsen. 2, 1 en rust. Heel goed. Dat is pittig, hè? Dan mag je weer gaan staan. De spieren worden goed belast. En bijkomend voordeel is dat je ervan afvalt. Niet verkeerd, zou je denken. Het eerste wat je zult merken is dat je wat sterker voelt, dat je lichaam wat strakker wordt, dat alles weer wat meer getoond wordt. Dat is wat we willen. En een bijkomend voordeel is dat als je meer spieren kweekt, dat je dus eigenlijk 24 uur per dag ook meer calorieën gaat verbranden. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat je ervan afvalt. En de deskundigen die hebben daar hun twijfel over. Nou, het gaat uiteindelijk echt om meer verbranden en minder calorieën naar binnen. Dat is voor welk dieet en welk manier van trainen, daar gaat het uiteindelijk om. Puur dit apparaat gebruiken, daar gaan niet heel veel meer calorieën mee verbrand worden. Voor mij blijft het bij deze ene keer, omdat ik liever sport zonder kriebels aan mijn lijf. En dan gaan we naar het weer. Hier is onze eigen Huub Mizee. Vandaag stond het weer onder invloed van een zwakke rug van hoge druk. Maar een volgend lage drukgebied trekt alweer in de richting van Schotland. Het front ervan komt vanavond bij ons aan. Morgenavond een volgend front. En donderdag een complete frontale storing met mogelijk veel regen. Maar daarna wordt het weer langzaam maar zeker weer beter. En ja, het wisselt nogal deze dagen dus dat weerbeeld, maar dat geeft soms ook mooie wolkenlucht. En gistermiddag hadden we die buien, plaatselijk met onweer, zware buien, maar ook mooie regenbogen gistermiddag. Daar kregen we nogal wat foto's van binnen. En vandaag overdag, nou, het was allemaal in het algemeen wel wat droger. Hier en daar viel nog wel een enkele bui. Er waren dus ook opklaringen, de zon was te zien en de temperatuur die was erbij zo'n 20 graden. Alleen langs de kust met name toch nog wel vrij veel wind uit het west-zuidwesten. Ik zei het al even, vanavond dat front dat vanuit het zuidwesten komt, dat betekent weer een toenemende bewolking. Vanavond ook met regen en motregen. In de loop van de nacht wordt het weer wat droger, komen er ook wat opklaringen. En verder hebben we dan een zuid- tot zuidwestenwind die opnieuw matig zal zijn, aan de kust vrij krachtig of krachtig. En een temperatuur die daalt tot 15 graden. Morgen overdag op zich nog wel redelijk, met van tijd tot tijd wat zon, ook wolkenvelden. Maar morgenavond komt dus dat volgende front met mogelijk weer een paar flinke regen- en onweersbuien. Misschien met hagel en zware windstoten. Verder ook morgen een zuid- tot zuidwestelijke wind die wel vrij warme lucht aanvoert. Aan de kust kan die wind weer af en toe windkracht 6 zijn en dan morgen wel temperaturen van zo'n 24 graden. Donderdag dus die volgende frontale storing met mogelijk in de loop van de dag veel regen. De wind die is dan wel wat minder. Het is opnieuw een zuid-zuidwestenwind en dan temperaturen van zo'n 17 tot 18 graden. Dankjewel Huub en tot zover het TV West nieuws van dinsdag 25 augustus. Volg het laatste nieuws van Omroep West 24 uur per dag via omroepwest.nl, de apps en onze Facebook- en Twitterpagina's. Straks hier het verkeersjournaal en Hollands Groen met Mirjam de Witte en Johan Over de Vest. Het nieuws is er morgenochtend natuurlijk weer vanaf 7 uur. Ik wens u nog een hele fijne avond.